Briefing. Goedemorgen allemaal, welkom. Mijn naam is Roel en ik doe van dit jaar de wedstrijdcoördinatie en ook de briefing. Jullie hebben je ingeschreven voor de 1/8 triathlon. Dat betekent 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. Alles is op eigen risico. De inhoud van deze eerste serie, 8e triathlon. Ja, dat is het. En dan pakken ze die prachtige, soms bijna tijdrit fietsen. Om zo snel mogelijk. Ja, gaat u snel. En nu in één keer omhoog. De groene poppers, daar waar we zojuist bij de heren de gele zagen. Zo zijn ze de hele dag door in alle categorieën. Dus, ja, ze zitten de vele sponsoren. Toch ook verweven in dit sport-event met hun eigen teams. Prachtig mooi te zien. BPI, Barry inderdaad, Tom Effelpunt. Het zijn zomaar eens even wat namen die we graag benoemen. Maar natuurlijk ontzettend dankbaar voor de groene poppers. Dit is inderdaad ook Zijn iemand met helemaal zwart, met groen, ernaast. Mooi dat u er al bent vandaag, bent u misschien wat later binnengekomen. We zijn getuigen van de 5e triathlon, Dion Triathlon. We konden sinds 2019 even een paar jaar niet genieten, maar dit jaar wel. Mooi dat u er allemaal bent. Ja, hier was er volgens mij vaak al weer, maar best op de buiten, maar ook al meer ook, hè. De voorrang vandaag, we zien het team, want we zien het aan de witte badmuts. Ronnie Lange blijft natuurlijk vrij voor alle toteam van Erik Hulman. Die zijn dus als eerste weg hier. Tenminste, de fietser. Dat wil zeggen dat de eerste dame uit het wagen organiseren. Veronique Torres, na 500 meter zwemmen. Teams gaan wisselen met de fietser. Ja, en dan zien we haar uit het wagen komen. Mooi gedaan, dezelfde dame. Om de fiets te pakken, prachtige helm op. Het is allemaal super gestroomlijnd. Ja, want we gaan weg voor de tijdrit. En we moeten allemaal... Horizontaal, dan denk ik. Ja, allemaal om de weer. Die mensen. Ja, gewoon uit de kijk eens af, ik hoor alle buitenlandse talen om me heen. Volgens mij trekken heel veel mensen van buiten elkaar aan. Het is een heel mooi sportief evenement. Ik vind triathlon een van de mooiste fietsspieren die er zijn. Dus het is ook gewoon echt heel erg gaaf. Nou, als je ziet wat het Hardenberg op de been brengt. Met het publiek dat kijkt. Maar ook de deelnemers zijn gezond. Sport is gezond, het leven is gezond. Het hoeft niet allemaal topsnelheden te zijn. Het is echt fantastisch. Meedoen belangrijker dan winnen. Ik hoor het al vaker vandaag. De Olympische vandaag. Hartstikke wat gaan we.
Het ziet er allemaal crescendo uit. De schoentjes vast op de clips van de pedalen, de helm. Hij kan genieten, want hij heeft natuurlijk een carrière als een huis. Het is een museum. Als je kijkt naar zijn prachtige heren die tot succes zijn. We zien je graag terug. In zijn categorie, mannen 35 plus. 6 keer nationaal kampioen, 50 keer een hele triathlon. Ja, wat zat er dit jaar dan nog in? Ja, Hardenberg, dat had ik nog nooit gedaan. Ja, 5,3. Gouden medaillewinnaars van vandaag, die ga ik voor u noemen, op een eerste plaats, mannen 25, Ram Swits. Eerste plaats is er ook voor Jurjen Voorinthoop, 30 plus, Stefan Jansen, 35 plus, Ferdinand Olderman, eerste plaats, 40 plus, Dirk Meinalda, 45 plus, Richard de Groot, 50 plus, Dom, Michel Elzor, 55 plus, Peter Simons, 60 plus, Herman Albers, 65 plus, en Frits Riemensma, 70 plus. Achterwege door de leerling in zijn mooie gouden medaille hangen hij. In de mooie plaatje. Vooral die toppers vandaag. De triathlon sport in Rotterdam voor mannen, iedereen een medaille. Klopt nog wat, hè? Heel goed ook dat er iedereen het goud belang heeft. Hoe heet die kleine? Hoe heet die kleine? Hey. Jongens, even juist voor de laatste medaille. Hey. Ja, oké, okay, laten we even zien die mooie medailles. Hey. Alle kampioenen.
laatste derde fase van het Broekkampioenschap. Goed zo. Heren, dames, hartelijk dank. Het was een mooie prijsuitreiking. Ook alle vrijwilligers vandaag. Hartelijk dank voor uw deelname. Is het nodig dat u er was? De sponsoren, hartelijk dank. Dit was de vijfde editie van de Dion Triathlon. Namens de organisatie en namens Erik Volken zeggen we u hartelijk dank. Mijn naam is Herman Leening. Graag voor u.